You know it ain't my time to call it a day. I wanna crack on and I wanna be paid, but it's about time you remember the name. Hey, hey, hey. You know it ain't my time to call it a day. I got rap locked and I'm already paid, but it's about time you remember the name. Waar ben jij nou? Ben weg. Yes, ze is weg. Waar ben je? Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is voor mij vandaag maandag en oh, het is lekker weer, jongens. Het wordt deze week echt, het hoogste temperatuur is donderdag en het wordt 38 graden. Het wordt vandaag rond de 28 graden ongeveer. Het is nu al heerlijk. Ik heb een jurkje aan vandaag. Zwarte schoenen. Ik ben onderweg naar de polder. En dan zou je misschien denken, wat ga je daar doen? Ik ga vandaag foto's maken. Samen met Ashley. Zij gaat foto's van mij maken. Ik wil gewoon wat nieuwe foto's. Wat leuke foto's voor op Instagram. En misschien een leuke profielfoto voor mijn YouTube kanaal. Even een beetje kijken of ze of we iets leuks kunnen gaan doen. Dus ja. Ik ben nu dus onderweg naar de polder. Ashley staat er ergens op om te wachten. En ja, deze week gaan echt leuke dingetjes gebeuren. Ik ga de week nog wel in twee delen. En dat heeft de reden dat ik komende vrijdag iets super tofs ga doen. Dus ik kijk even of ik hem heel laat of in twee deel. Maar dat zien jullie gauw genoeg. In ieder geval ben ik lekker aan het wandelen. Het waait een klein beetje. Eigenlijk wel lekker dat het niet helemaal windstil is, want dan had het heel warm geweest. De wind maakt het een beetje frisser, dus dat is wel heel fijn. Maar ja, ik ben lekker onderweg, jongens. Oh, het is heerlijk weer, echt niet te doen zo lekker. Ontzettend. Afgelopen zaterdag heeft het ontzettend gestormd, hagelstorm. Dus je kan echt serieus heel veel ravages zien van bomen die zijn omgevallen. Kijk, daar ligt van alles om. Het ziet er niet uit. Maar ja, nu ik loop in ieder geval lekker in de polder, foto's maken, dingetjes doen. Voornamelijk deze week genieten van het weer, want het is nog maar de vraag of het de rest van de vakantie zo lekker is. Kijk jongens, dit is een ravage. Niet normaal. Dus ja, ik ben onderweg en ik ben aan het genieten van het warm weer. Ik ben goed ingesmeerd. Ik heb een heel licht make-upje opgedaan, ook oogmake-up is heel licht. Maar let's go. We gaan een paar mooie foto's schieten vandaag. Zien. Ik loop de hele dag al zo erbij. Het is niet te doen buiten. Echt niet te doen. Ja. Echt niet lekker gewoon. Ik ben heel moe. Ik heb vannacht heel slecht geslapen door de warmte. Dus ik ga nu heel even mijn ogen dicht doen. En dan doe ik een klein beetje van slapen. Even een uurtje of zo. Dan heb ik in ieder geval mijn slaap voor vannacht al een beetje ingehaald. Ik ga vanavond ook echt serieus gewoon een koude douche nemen, want het is zo heet. En ja, wat ik voor de rest ga doen, geen idee. Het is nu dus nog steeds dinsdag. En
Morgen moet mijn moeder naar het oogziekenhuis. Ze gaat samen met mijn vader en daarna gaan ze de stad in. Dus ik heb mijn ouders op een missie gestuurd om te kijken voor Vans. Vans schoenen, het merk Vans. Ik wil nog steeds heel graag die schoenen en ik wil ze gewoon heel graag hebben. En misschien krijg ik ze dus van mijn ouders voor mijn verjaardag. Wat super, super lief zou zijn. Ja, donderdag komt Kevin. En waarschijnlijk zal ik donderdag ook gelijk de weekvlog eindigen. In verband dat er vrijdag ga ik met Kevin naar Drievliet. Maar die beelden film ik op mijn mobiel. En dat doe ik met de reden omdat ik niet zo heel veel zin heb om mijn camera mee te sjouwen. En dat ik toch mijn mobiel bij me heb. Dus dat is eigenlijk een beetje voordeel. En hoef ik niet mijn camera mee te sjouwen in de trein en alles. Dan heb ik gewoon mijn telefoon bij de hand waarmee ik die dag ga vloggen. Dus ja. Yeah. Dat is het een beetje wat ik jullie wilde vertellen. Ik ben een beetje hangerig. Ik ben een beetje moe. Maar dat maakt op zich niet uit. Dat komt allemaal wel goed. Oh. Ik ben heel moe. Vandaag mijn nagels rood gelakt. Ik vind de kleur rood in nagellak echt super leuk. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon mijn nagels rood lakken. Dus dat heb ik gedaan. En ja, weet je, het is gewoon echt een hele chille dag. En het zal de komende week ook wel gewoon heel rustig worden. Want het is gewoon niet te doen met de warmte. Je weet niet wat je moet doen. Je weet niet waar je de koelte op moet gaan zoeken. Want er is nergens koelte. Het is echt gewoon vreselijk. Ik leg ook in een hele charmante houding met een dubbele onderkin hier. Ondernek, dubbele nek, tweede nek. Heel sexy. Het is echt warm, jongens. Het is heel warm. Ik heb gisteren de hele dag niet gegeten. 'S Avonds ben ik pas gaan eten. En het is echt niet normaal. Ik had gewoon geen honger. Vandaag ook gewoon bijna niet. Ik heb vandaag trouwens ook helemaal niks gegeten, besef ik me nu. Nee, vanmorgen heb ik niks op. Vanmiddag heb ik niks op. En vanavond dan een beetje avondeten. Ik eet overdag echt bijna niks. Ik eet 's avonds gewoon warm en that's it. Ik krijg niks weg. Ik drink heel veel. Maar dat is alleen maar goed. Vandaag wel heel veel last gehad van buikpijn en maagpijn. En dan weet ik niet waar dat in één keer vandaan kwam. Maar dat is een slecht teken. Het teken dat er weer iets vastloopt. Maar dat komt ook allemaal goed en dat lost het allemaal weer op. Nu is dat een beetje gezakt. Gelukkig daar ben ik heel blij om. Ja. Dit is het eigenlijk. Ik heb deze sport-BH trouwens vandaag gekocht bij de Zeeman. Ik zag hem hangen. Ik denk, hey, dat is een leuk prijsje. En dan kan ik gewoon lekker mee rondhangen thuis als het niet uit te houden is. Dus ja, jongens. Ik ga even een tukkie doen. Ik ga echt heel even slapen, want ik ben echt gebroken. Goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag woensdag. En de temperatuur is nu al niet te houden. Het is 17 minuten over 11. En het is nu, ik ga jullie de temperatuur laten zien, jongens. Het is niet te doen. Het is nu op dit moment 29 graden. Dat is echt niet lekker. Ik heb de fan hier boven mijn hoofd aangezet. Ik heb daar een fan neergezet. Die staat te draaien. Ik heb een groot glas ijsthee ingeschonken. Ik ben vanmorgen weg geweest. Mijn ouders zijn nog steeds weg. Mijn ouders zijn naar het oogziekenhuis. En daarna zijn ze de stad ingegaan. Om onder andere voor mij een paar Vans te kopen. Ik wil al heel erg lang de zwarte low-top Vans. En als ik het zo begrijp, hebben mijn ouders ze kunnen scoren. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik krijg ze dan voor mijn verjaardag. Want ze zijn flippend duur. Dat zijn €85. Volgens mij zijn die zelfs nog duurder. Want de goedkoopste paar Vans wat er bestaat is €85. Dat is niet normaal. Ik zit lekker op de bank onder de ventilator. Met zoals ik net al zei een glas ijsthee met ijsblokjes. Het lijkt bijna wel whisky, maar geloof me, dat is het niet. Ongelooflijk. 20 minuten in de metro en je bent compleet uitgedroogd. Ik heb mijn laptop beneden neergezet. Ik ben even wat YouTube video's aan het bijkijken, omdat ik gisteravond eigenlijk niks meer gekeken heb. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zal me vandaag en ook morgen gewoon veilig binnenhouden. Want het is niet te doen. Niet te doen. Maar goed, we gaan kijken wat de dag vandaag brengt. Ik hoop dat mijn ouders ze mee hebben genomen. Ik ben heel benieuwd. En
Ja, we gaan het allemaal zien. Thuis. Ik ben eigenlijk de hele dag een beetje op pad geweest. Ik heb van mijn opa een ketting gehad. Deze heb ik zelf gekocht. Het is een staal zilveren ketting. Een driehoekje, glimmend driehoekje. En van mijn opa heb ik een zilveren ketting met een blauw Swarovski steentje erin. Super mooi. Het is super warm. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik heb trouwens mijn vans aan die ik gekregen heb van mijn ouders. De low-top fans. Ik ben er zo blij mee. Die zitten ook gewoon zo ontzettend lekker. Het is heel heet. Ik zit nog steeds in mijn korte broek en mijn topje. Maar eigenlijk is dat ook gewoon te veel. Ik ben nu ondertussen even lekker met video's op YouTube. Een beetje mijn gemakje aan het houden. Ja. Mijn pa die was naar de autodealer. Om spulletjes, meestal zijn banden om te wisselen of zoiets, weet ik veel. Voor winter- en zomerbanden of zoiets volgens mij. Dus ja, ik ben eigenlijk wel mega happy en mega tevreden. Het is nu op dit moment, ik ga het even voor jullie opzoeken, 32 graden. Het is warm. Het blijft tot met 9 uur nog 26 graden buiten. Ik denk dat ik gewoon lekker de hele avond buiten ga zitten. Het is zo warm en zo lekker weer. Weet je, volgende week is het wel wat minder. Dus ja. Morgen wordt het 37. Vrijdag 34 als ik met Kevin naar Drievliet ga. Dus ja. En het is nu gewoon 4:15. Dus ja. Het is warm. Ja jongens. Het is wat het is. Een drukke, maar wel een leuke dag gehad. Kijk, nu zie je het rood in mijn haar wel heel goed. Net zag ik het. Kijk. Ik kan echt zien dat het rood is in de zon. Oh jongens, het is heel warm. Ik kan hier echt niet tegen. Naar de supermarkt om wat avondeten te scoren. We hebben bijna nergens trek in. Ik heb alleen trek in sla. Economische schade aanzienlijk. Oeh, herrie. Schade. Ja, aan mij straks ook met het wandelen weer. Dus we gaan even een paar boodschappjes halen. Ja, ik hou mijn camera aan laten zien. Kut, ik heb geen blauwe kaart. Maar dat hoeft vanaf na 6 uur. Nee, dat hoeft niet meer na 6 uur. Dus als je het rustig rijdt, dan zijn we er binnen 2 minuten. Ik heb geen parkeerseizoen hoor. Dus even boodschapjes halen. Dat is wat we nu gaan doen. Op naar de supermarkt. Lamloos. Houten pot. Goed zo. Goedemorgen. Het is voor mij vandaag donderdag. Dit is vandaag de dag dat, dat weet ik, dat Kevin komt. Kevin komt vanmiddag tussen 4:30 en 5:30. Dus eigenlijk heb ik de hele dag nog lekker voor mezelf, dat is wel fijn. Ik ben echt letterlijk een half uurtje geleden opgestaan, 8:30, het is nu 9:00. Ik heb mijn jurkje aangedaan, ik heb mijn vans aan, ik heb deze super chille sport-BH aan. En ik bedacht me in één keer, dat ga ik morgen ook doen. Want dat is het lekkere van morgen. Omdat het morgen ook bloedje heet wordt. En dit zit niet heel erg strak, daar heb ik niet zo last van. En ik heb ze in allerlei kleurtjes. En ik heb ze dubbel. Ik heb 2 rode, 2 zwarte, 2 witte, 2 blauwe. En volgens mij 2 paars. Dus dat is wel fijn. Dus
Dus ik denk, ja, weet je, die doe ik gewoon lekker aan. En dan heb ik dat in ieder geval, wat niet zo strak zit. Ik doe morgen een zwart kort broekje aan waarschijnlijk. Met een zalm gekleurd topje. Ik wil een klein beetje opvallen, niet dat ik even mee kwijt is morgen. Dus ja, ik heb er eigenlijk best wel zin in om morgen lekker weg te gaan. Ik heb zin om er lekker op uit te gaan. Maar goed, ik ben nu in ieder geval weg naar de supermarkt. Want gisteren zijn we boodschappen gaan doen. En toen we thuis kwamen, waren we de helft vergeten. Aangezien het nu nog een heerlijke temperatuur is. Het is warm, maar het is niet bloedheet. Dacht ik ga gewoon nu alvast even lekker. Dan heb ik dat gehad. Dan kan ik de rest van de dag gewoon lekker. Ik ga lekker over de brug, lekker een stukje omlopen. Dan gaan we gewoon de rest van de dag lekker chillen. En dan ga ik in ieder geval vanmiddag alvast deze vlog editen. Toen ik dat heb gehad, dat wilde ik eigenlijk gisteren doen, maar dat is er niet meer van gekomen. Want gisteravond voelde ik me niet zo heel erg lekker. En toen lag ik om 9 uur al in mijn bed. Dus ja, nu gaat het op zich wel. Ik had gisteravond gewoon weer heel veel last van pijn in mijn buik en pijn in mijn maag. Maar nu gaat het op zich wel weer. Dus dat is wel fijn, gelukkig. Ja, ik ga even een stukje omlopen, jongens. Het is heel warm. Nou ja, het valt mee, maar het wordt wel weer benauwd. En het wordt vandaag de warmste dag ooit. Dus dat is niet fijn. Ik kijk er ook niet echt tegen. Ik kijk er niet echt naar uit. Ik kijk er niet tegenop. Maar ja, het is wat het is. Ik heb in ieder geval lekker mijn vans aan. Ik heb wat blaren op mijn hielen. Omdat de binnenkant van het stuk van je enkel is van leer. Dus dat schuurt met het warme weer. Dus ik heb nu iets hogere sokjes aangedaan. Grijze. Dus het loopt wel iets lekkerder. Ik ga zo'n pleisjes halen, want die heb ik dus allemaal opgemaakt. Oh. Jongens, die is zo lekker. Die is zo heerlijk. Oh, en die gansjes daar. Kijk. Ganzen. Ik ga echt omlopen, serieus. Normaal had ik er nu al geweest. Maar ik loop nu gewoon om, omdat het lekker is. Why not? Oh. Wat een weer, jongens. Wat een weer. Ik wil ook nog een keer met de tijd de hoge Alstars kopen. Of Alstars fans. Maar ik denk dat ik dat gewoon doe een beetje richting wintertijd weer. Niet dat ze dan goedkoper zijn, maar dan denk ik van dan kan ik die weer voor het hoge seizoen of het koude seizoen bewaren. Want ik weet hoe ik ben, als ik ze heb, wil ik ze gelijk dragen. Dus daar wacht ik gewoon mee. Ze zijn ook gewoon heel duur. €85 voor een paar schoenen. Dat is niet te doen. Dus ja, in ieder geval naar de supermarkt. Lekker lopen. Heerlijk. I love it. Oh, echt, het was wakker worden. Wassen, tanden poetsen, aankleden, deur uit. Maar echt, zo snel. Oh, ik moet nog een beetje wakker worden. Die achter schuilen ook echt nog wel slaperige oogjes hoor. Dat is echt bijna niet te doen. Ik word meermalen gebruikt voor mensen die gewoon in één keer oversteken. Maar ja, ik doe het niet, want voor hetzelfde geld komt er in één keer voor de lol politie om de hoek rijden. En dan zijn we allemaal doomed. Dan kan ik gelijk mijn schoenen verkopen. Nou, dan moet ik daar stoppen. Dus ja, hij is groen, dat is fijn. En gaan we totaal niet awkward lopen met een camera over straat. Terwijl je langs auto's loopt, want hé, hey, maakt dat maar uit. It is live, these days. Dit is vlogging live, dus wat maakt het ook allemaal uit. Oversteken. Oh. Ik film ook lekker zo, maar dat komt ook een tas in mijn armen. Zo, dat is beter. Oh, ja, ja, jongens. Ik ben een happy girl. Echt, serieus. Ik kan goed zeiken over mijn ouders trouwens.
Ik kan ze ook echt goed afzeiken. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er ook wel voor je. Yo, ik ben helemaal op mijn leeftijd dat ik mijn eigen dingen wil gaan doen. Ik vind mijn ouders niet altijd chill. Dus dat is ook de reden waarom ik vaak wel in discussie lig. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft, toch? Maar hey, af en toe een beetje ouwe hoeren over elkaar kan geen kwaad, toch? Dat maakt de band ook alleen maar sterker. Ik loop nu langs Action, daar moet ik dan weer niet heen. Dat was wel een heel lekker zwembadje hebben. Oh, ik denk dat ik gewoon vanavond lekker met de tuinsloop ga spelen met de kinderen. Ik ga lekker nat maken ofzo. Lijst ingeslagen van de kruidvat. Allerlei verschillende, ja, je weet maar hoe. Je kan alles gebruiken. Een rolletje tape, pleister tape, zodat de pleisters vast blijven zitten en dat je niet continu alles los, dat alles loslaat. Dus nu op naar huis. Let's go. Oké. Oh, ik ben thuis. En believe me, in mijn kamer is het super heet. Ik heb nog steeds een airco en een fan aanstaan en het is nog steeds super, super heet. Ik heb net mijn kamer, tenminste ik ben mijn kamer nu een beetje aan het opruimen. Omdat Kevin natuurlijk komt vandaag en hij slaapt in mijn kamer. Ik ga hier niet met z'n tweeën slapen, dat is niet te doen. Ik ga vanavond op het plekje van mijn vader slapen en mijn vader slaapt vanavond op de bank. Omdat hij om 3 uur weg moet voor zijn werk vannacht. Het heeft sowieso geen zin als ik op de bank ga slapen, want dan ben ik ook om 3 uur wakker. Dus ik slaap vanavond op zolder bij mijn moeder. En Kevin die slaapt in mijn bed. Ik heb een laken neergelegd. Dat hij hier in ieder geval lekker onder kan liggen. Maar het is hier in je eentje is het op zich te doen. Hoe met z'n tweeën? Oh man. Het is niet leuk. Het is echt niet leuk. Daarom heb ik er ook voor gekozen om... Ik wilde eerst op de bank gaan slapen, maar mijn vader zegt het heeft geen zin, want ik moet om 3 uur weg. Dus vandaar dat hij daar slaapt. En slaap ik in mijn vaders bed, voor het plekje van mijn pa. Ik heb het slaapt hier, want ik vind het gewoon lullig om dan met z'n tweeën in zo'n kamer te gaan slapen. Dat is niet te doen, echt niet te doen. Maar goed, ik ben dus van alles een beetje opruimen en doen. En ik ben nog steeds een beetje slaperig ook, want ik heb heel slecht geslapen door de warmte. Niet lekker. Dus ja, ik heb weer van ketting gewisseld. Deze heb ik gehad, het is een Swarovski steen. Super mooie ketting, I love it. Dus ja, ik ben een beetje aan het opruimen en doen. En ga kijken wat ik de rest van de dag nog ga doen, waarschijnlijk heel weinig. Echt heel weinig, ik ben gewoon mega moe in het al. Bah, allemaal bah, ik heb geen zin. Dus ga ik wel heel veel wind, dat is dit ding. Maar goed, ik ga gelijk de vlog afsluiten. Ik ga hem editen, dan heb ik dat ook allemaal gehad. Mijn haar zit lekker wild vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie volgende week, over een paar dagen, weer bij een nieuwe weekvlog. Of nee, weekvlog.
Doeg.